Nieuw onderzoek toont aan dat kleuterscholen vooral kinderen uit de witte middenklassegezinnen proberen aan te trekken. Kleuters die een migratieachtergrond hebben of tot een lagere sociale groep behoren, proberen sommige scholen zelfs te mijden. Uit een praktijkonderzoek van sociologen van de VUB en de UGent blijkt dat veel Vlaamse en Brusselse kleuterscholen discrimineren bij de inschrijving van nieuwe leerlingen. Niet alleen op basis van etnische origine, maar ook van sociale klasse. Op papier heeft iedereen in dit land het recht om zijn kind in te schrijven in de school van zijn keuze. Door middel van praktijktests hebben wij nu onderzocht of dat daadwerkelijk voor iedereen geldt, ongeacht je origine, job of opleidingsniveau, zegt onderzoekster Dunia Bourabin. De onderzoekers deden een test waarbij ze fictieve mails stuurden naar Nederlandstalige kleuterscholen in Vlaanderen en Brussel. Uit de resultaten blijkt dat ouders van Belgische origine 70% kans hebben op hun kleuter te kunnen inschrijven in de school die ze mailen, tegenover 40% bij de Sub-Saharaanse groep en 38% bij ouders van Maghrebijnse afkomst.